Het duurt niet lang meer voordat in Brunsum de parade 2016 begint. Maandag hield de organisatie een persconferentie waarbij een aantal wetenswaardigheden werden bekendgemaakt. En ook deze parade is weer anders dan de voorgaande edities. Nou, de parade 2016 gaat er anders uitzien. We zullen niet meer gebruik maken van de sporthallen zoals in het verleden. Maar alle acties vinden plaats in het Vijverpark, openluchttheater en de prachtige Brikkenoven. Naast de reguliere dansvoorstellingen 's avonds zullen er overdag en 's avonds in het Vijverpark ook een aantal activiteiten worden georganiseerd. Wij beginnen 's morgens om 11 uur in het Vijverpark met allerlei leuke activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Voor kinderen hebben we een scholierenproject. We hebben ook voor oudere mensen. Iedereen die het park inloopt zal daar overdag iets vinden van zijn gading. We hebben daar ook een percussiedag, een salsa-dag, een Ierse dag. Er is altijd iets te doen en heel veel gratis activiteiten. We zullen heel veel inzetten op gratis, want de parade is voor iedereen. En we hopen dat het heel mooi weer is. En als het regent, ja, dan kijken we toch met een blik naar Maastricht, naar André Rieu. Daar, als het regent, zitten de mensen ook met poncho's aan en met paraplu's. Dat zullen wij dan ook moeten gaan doen. De Rabobank is de nieuwe hoofdsponsor van het festival en daarmee zijn de financiën gezond. Ja, dat is nagenoeg rond. Ja, ja, we zijn tevreden. Alle groepen gecontacteerd? Alle groepen zijn gecontracteerd, alleen zijn we nu bezig met het stukje visa. En ik verwacht dat het nu met de hele vluchtelingenproblematiek in de wereld, dat het moeilijk zal worden voor sommige landen om visa te krijgen. Dus 100% garantie dat iedereen komt, hebben we pas misschien 2 of 3 weken van tevoren. Een groot evenement kan niet georganiseerd worden zonder de hulp van vrijwilligers. Een behoorlijk aantal mensen heeft zich al opgegeven om tijdens de parade de handen uit de mouwen te steken. Nou, we hebben ontzettend veel vrijwilligers. De parade heeft altijd al 250 tot 300 vrijwilligers gehad. We krijgen heel veel aanmeldingen en de opkomst op de vrijwilligersavond was enorm. Ja, daar maak ik me helemaal geen zorgen om. De parade 2016 een succes? Het wordt een super succes, ja. En ook de media doet een duit in het zakje. L1 zal de optocht live verslaan en LoTV neemt de opening en sluitingsavond voor zijn rekening.